Hallo, ik ben Hannes Amaf. Ik ben 34 jaar en ik ben 13 jaar lokaal politiek actief geweest als gemeenteraadslid en schepen in Turnhout. En ik heb na de verkiezingen van 26 mei met volle overtuiging de stap gezet naar dit Vlaams parlement. Ik wil mij heel erg inzetten op thema's zoals kinderarmoede, kindvriendelijkheid, maar ik ga ook de energiedossiers voor onze partij opvolgen hier in het Vlaams parlement. Dus ik heb er heel veel zin in en ik wil mij heel erg smijten voor een beter Vlaanderen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, ik ben al 13 jaar lokaal politiek actief in Turnhout. We merkten eigenlijk dat er een aantal dingen echt niet in beweging raakten. Onze kinderarmoedecijfers zijn bijvoorbeeld blijven stijgen de voorbije jaren, ook al hebben we daar heel erg op ingezet. Momenteel zit het wel meer dan 27%. En dat is maar één voorbeeld. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die we lokaal niet opgelost krijgen en die hier op het Vlaamse niveau eigenlijk echt niet goed werden aangepakt. En dat was voor mij de grootste motivatie om mij kandidaat te stellen voor het Vlaams parlement. Om een aantal dingen die we in Turnhout en de regio niet opgelost krijgen, hier op het Vlaams niveau te komen aankaarten. Dan denk ik dus aan kinderarmoede, kinderopvang, maar evengoed ook het openbaar vervoer bij ons in de Kempen bijvoorbeeld. Waar eigenlijk vooral op bespaard is en waar je nu verschillende dorpen en gehuchten hebt die zelfs geen openbaar vervoer meer hebben. Dat is natuurlijk niet de juiste richting die je moet uitgaan met alle klimaatinspanningen die we moeten doen. Dus er zijn heel wat uitdagingen, denk ik. En ik had heel veel zin om die stap naar het Vlaams parlement te zetten. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Wel, die avond was even chaotisch dan ik op voorhand had ingeschat. Dus we hadden afgesproken in Turnhout met onze militanten in een zaaltje. Maar we hadden ook op voorhand gezegd, dus onze lokale voorzitter die had zich kandidaat gesteld om met mij mee naar Brussel te rijden. En dat hebben we dan ook gedaan. Ik denk dat we rond 5:30, 6:00 uur in Brussel aangekomen zijn om samen eigenlijk in Brussel de uitslagen verder op te volgen. Dat was niet zo heel leuk, want de algemene sfeer was natuurlijk niet fantastisch. En dan is het vooral ook spannend afwachten, omdat je zo altijd nog een aantal zetels hebt die wel of net niet gaan vallen. Ik heb binnen de partij toch ook een redelijk breed netwerk, dus het was eigenlijk echt zo naar elke provincie kijken. Is die erbij, is die er niet bij? Dus dat was eigenlijk een hele spannende avond. Met ook een beetje een anticlimax toch wel, want we hebben in de provincie Antwerpen tot op het allerlaatste kiesbureau zaten we op 3 zetels voor het Vlaams parlement. En het laatste kiesbureau is daar nog 1 zetel weggevallen. Ja, en dat is natuurlijk bijzonder jammer voor de partij, maar tegelijkertijd ook een menselijk drama. Toch heel erg voor mensen die zich heel lang ingezet hebben in het parlement en die er dan net uitvallen. Dat is jammer. Ik had er een heel dubbel gevoel bij die avond. Ik heb er ook niet echt pintjes op kunnen drinken, bijvoorbeeld, dat ik verkozen was. Want de volgende dag was het terug partijbureau. En dan startte eigenlijk alles heel snel. Dat was een beetje een onwezenlijk gevoel. Bent u tevreden met het resultaat? Wel, ik heb er een heel dubbel gevoel bij. Ik heb er eigenlijk al heel lang van gedroomd om ooit naar het parlement te kunnen gaan. Op zich ben ik daar blij om natuurlijk, dat ik hier die uitdaging kan aangaan. Maar anderzijds kan ik ook moeilijk tevreden zijn met ons resultaat van de partij. Ik denk dat we veel beter verwacht en verdiend hadden. We wisten wel dat het moeilijk zou zijn, maar ik denk dat we zeker in de campagne echt wel de juiste toon gevonden hadden. En dan vallen die uitslagen tegen, en zeker bij ons in de provincie. Het is met een heel, heel gemengd gevoel, maar ik ben zeker niet tevreden. Ik denk dat het veel beter zou moeten kunnen. Uitdagingen genoeg dan om de volgende 5 jaar keihard te werken, om er binnen 5 jaar wel echt terug te staan met de partij. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ik heb heel veel zin om erin te vliegen. Wij hebben ook onze thema's ondertussen verdeeld in de partij. En ik ga de energiedossiers opvolgen. En alles wat te maken heeft met jeugd, maar ook kinderarmoede, kinderopvang, kinderbijslag. Dat is een heel mooi pakket waar ik ook lokaal heel erg mee bezig ben geweest de voorbije jaren. We waren in Turnhout de eerste kindvriendelijke stad van Vlaanderen. Dus dat zijn dingen die ik ook echt op Vlaams niveau daar keihard aan wil werken. En ik wil gewoon deze zomer ook gebruiken om mij in die thema's nog veel harder in te lezen. Energie bijvoorbeeld is een heel complex verhaal. Maar ik heb heel veel zin om mijn tanden daarin te zetten. En ik zou ook heel graag binnen een paar jaar uitgroeien tot een parlementslid die, als het over een bepaald thema gaat, dat de pers mij ook meteen belt, omdat ze weten van die is daarmee bezig, die kent daar iets van. En ik wil ook echt hier in het parlement zo snel mogelijk mijn naam zetten en duidelijk aanwezig zijn in de debatten. Ik heb zin om erin te vliegen en ik kan eigenlijk niet wachten tot het eind september is en we echt kunnen beginnen.
Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik heb eind juni op de gemeenteraad mijn mandaat als schepen doorgegeven aan een collega. En ik sta er 100% achter, want dat zorgt er ook weer voor dat we ook in turnout weer andere mensen de kans geven om zich te profileren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen draaide het vooral om mij als lijsttrekker. Ik had ook een heel goede persoonlijke score. En we zijn ook vooruit gegaan, want we hadden de enige centrumstad in Vlaanderen waar we met SPA vooruit gegaan zijn. Maar de ambities liggen hoger en eigenlijk willen we als partij de grootste worden in Turnhout. En ik ben ervan overtuigd dat als het weer 5 jaar of 6 jaar alleen maar om mij zou gedraaid hebben, als parlement zit in Schepen, dan heb je één kopman die er staat. Nu gaat mijn collega Schepen, die al Schepen was, Kelly Verheijen, die gaat een prominente rol kunnen opnemen als zijnde de figuur van SPA in het college. Jan van Otten, die mij opvolgt als Schepen, die gaat zich ook kunnen profileren als Schepen. Dat is misschien nog wel een primeur. We hebben een jonge gast van 20 jaar die in de gemeenteraad zit, Ashraf. En die zal fractieleider worden. Dus hebben we eigenlijk een heel team van mensen die allemaal geprofileerd gaan kunnen worden, elk op hun eigen domeinen. En ik ben ervan overtuigd dat we als team veel sterker gaan staan dan als je één geprofileerde kopman hebt. Dus ik sta er 100% achter. Ik ben er ook van overtuigd dat dit meer dan een voltijdse job is. Ook de manier waarop ik de voorbije 6,5 jaar als schepen gewerkt heb. Sorry, maar dat kan je niet combineren met ook een goed parlementslid zijn. Ik denk, als je je job hier ernstig neemt, dat je moet proberen om een autoriteit te worden op je thema's, aanwezig moet zijn, ook niet alleen hier, maar ook op het werkveld. Maar dan kan je dat niet combineren met een uitvoerend mandaat, zeker niet in een centrumstad als Turnhout. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Ik ben natuurlijk al heel lang politiek actief, al 13 jaar. En ook als schepen word je ook echt wel verwacht om overal te zijn. Ik zit ook al 4 jaar in het partijbureau, dus ik was ook in de regio en in de brede regio en ook op alle nationale partijcongressen eigenlijk ook altijd al aanwezig. Dus ik denk dat de impact eerder beperkt zal zijn. Het enige grote verschil zal zijn dat ik vroeger mijn bureau letterlijk op 200 meter van mijn deur had. En ik 's ochtends vaak de kinderen nog naar school kon brengen voor ik aan de eerste vergadering kon beginnen. Ja, dat is natuurlijk van de verplaatsing van Turnhout naar Brussel iets moeilijker. Ik zal iets vroeger moeten vertrekken, iets later thuis zijn. Maar ik denk dat daar wel bij gaat komen dat ik iets minder avondvergaderingen zal hebben. Want als schepen in een stad als Turnhout, ik had echt elke avond vergaderingen. Ik blijf natuurlijk in de gemeenteraad, dus ik zal ook nog lokaal heel wat vergaderingen hebben. Maar dat zal wellicht toch iets minder zijn dan voorheen. En ook in de weekends, ik heb al met een aantal parlementsleden gesproken die ook geen lokaal mandaat hebben of geen uitvoerend mandaat. En zij zeggen mij van als schepen word je verwacht om altijd overal te zijn. En als parlementslid word je uitgenodigd en is het natuurlijk fijn dat je er bent, maar je moet niet altijd. Ik heb mijn vrouw dat in elk geval proberen wijs te maken, zeker na die 2 ongelooflijk drukke campagnes. Ze kent mij helaas, dus gelooft me niet. De impact op mijn gezin, denk ik dat het een beetje hetzelfde zal blijven als de voorbije jaren. Maar ik hoop wel dat die nu nog erger zal worden, want zeker die 2 campagnes nu, dat is natuurlijk een extreme periode. Ik denk dat elke politicus dat wel zal zeggen. Dat is niet evident om te combineren met een gezin. Zeker niet omdat mijn dochtertje is dan geboren op 26 oktober, dus echt ook nog net tussen die 2 verkiezingen in. Dat was geen evidente periode. Ik doe het graag en ook mijn gezin staat er volledig achter. En natuurlijk proberen we wel af en toe tijd te maken en quality time te maken voor het gezin. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Waar ze mij absoluut op mogen afrekenen is op het feit dat ik hard gewerkt zal hebben. Ze mogen mij, ik ga zelfs niet meer op de lijst staan, denk ik, als ik zo'n rapport van 0-5 zou krijgen in het nieuwsblad. Met alle bedenkingen die je bij zo'n rapport kan maken natuurlijk. Ik wil een hardwerkend parlementslid zijn dat hier opvalt door inhoudelijke tussenkomsten. Zo heb ik ook altijd in Turnhout gewerkt. Ik denk dat dossierkennis heel belangrijk is. De communicatie is ook belangrijk, maar dat moet altijd onderbouwd zijn met een inhoudelijke fond. Ik hoop echt dat ik zo'n aantal stenen kan verleggen. Ik wil heel erg werken rond kinderarmoede. Dat heb ik in het begin van het interview al gezegd. Rond die energie, die omslag naar die duurzame energie. Op thema's rond jeugd bijvoorbeeld. Dat zijn nou echt dingen waar ik mij op wil toespitsen. Het zou heel mooi zijn als je vanuit de oppositie ook een aantal dingen echt kan realiseren. Dat is natuurlijk moeilijker, dat weet ik. Ik ben er realistisch in. Maar als je toch een aantal dingen in het beleid die sociale richting mee kan uitsturen, dan denk ik dat je als oppositieraadslid tevreden mag zijn. En ook als je de regering
Als ze dingen doen die asociaal zijn of die niet goed doordacht zijn, als je daar dan op kan ingrijpen en effectief impact kan hebben, dan denk ik dat je een goed parlementslid bent geweest.